en sa binnen de festiviteiten nu uiteindelijk met 70 Hours to Beat. Advendo slacht terug. Dit jaar vieren wij het door middel van een geweldig slagwerkevenement, 70 Hours to Beat. En dat is dus dat onze slagwerkgroep van Advendo 70 uur achter elkaar doorslaat. En met als doel om voor het seniorenklas van Advendo een nieuw uniform te kunnen aanschaffen. Dus dat als bijdrage. Advendo is in 1946 ontstaan uit een gymnastiekvereniging. Het korps had in 70 jaar tijd in haast alle Europese landen spelen van publiek en televisie. En in Amerika en Canada. Van 1966 aan doggen ze mee aan het Wraad Muziekconcours en haast ze prijzen won. Dus allemaal hoogtepunten, dus waar we trots op kunnen zijn. En natuurlijk, waar we trots op zijn, is dus dat wij een geweldige achtergrond hebben. Dus heel veel jeugd, want Advendo doet heel veel aan de jeugd. En daar ben we trots op, want dat is onze bakermaat, zeg maar, om door te gaan en te zorgen dat wij voor wat er nu speelt bij het seniorenkorps, dat we dat voor elkaar krijgen. Ryan, hoe oud ben je? Ik ben 9 jaar oud. En wat speel je? Ik speel diep door mijn bongo's. Hoe gaat dat? Goed. Ja? Hoe lang doe je dat al? Dit seizoen. Was dit seizoen voor het eerst? Ja. Nou, maar dat vind je misschien nog wel zandig hier bestingen natuurlijk, hè? Dat is het beste, of niet? Ja. Nou ja, dat lijkt het om jongeren als jij, dat ze lang lid blijven. Is juist dat voor die? Ja. Dat was nog wel heel lang lid blijven? Ja. Want waarom is het zo leuk? Omdat je er heel veel mee kan bereiken. Sneuën treden Advendo-groepen op in de binnenster van Snits. Middies wordt er een 70 meter lang korps vormen van alle groepen. En daar valt ook de laatste klap van de slagwerkmarathon.